Daar zijn we weer. Het voorjaar is begonnen. Het is prachtig weer. Sterker nog, Lees, het is bloedheet. We hebben weer een heerlijk voorjaar in Nederland. En het is ook weer tijd voor de mosselen. Ik heb vaker video's gemaakt over de mosselen. Omdat het nou eenmaal zo'n mooi product is van Hollandse bodem. En ja, het begin van het seizoen is daar. Het zijn de hangcultuurmosselen. Dat zijn ook weer precies hangcultuurmosselen. Het heeft met temperatuur te maken. Dus hoe dieper op de bodem, zeg maar van de zee, daar is het nog vrij koud. Maar als je de mosselen halverwege hangt, dan kunnen we al eerder beginnen aan die heerlijke mosselen. En dit zijn ze, de eerste mosseltjes van het seizoen. De prachtige hangcultuurmossel. En ik dacht, wat is nou leuker dan barbecuen? Wat is nou leuker dan barbecuen? Precies, we gaan barbecuen. Mosselen kun je namelijk heel goed barbecuen. Daar kun je mosselpakketjes van maken. Je kan ze zelfs gewoon even op het open rooster leggen. Je moet wel oppassen met het vocht, want dan klappen ze uiteindelijk vanzelf ook gewoon open. Maar nu maak ik een soort pakketjes uit Mexico. De temperatuur is erna. Het is zomer, zo voelt het. Dus we gaan beginnen. Wat hebben we nodig? Ik ga werken met zwarte mais tortilla's. Wat zwarte bonen, wat mais, chipotle, ik leg zo uit wat het is. Limoen, wat tomaatjes, charlotte, koriander en natuurlijk de hoofdrol, ga eens weg, de mosseltjes. Ik ga dus eigenlijk een pakketje maken. Dan beginnen we met een stukje folie. De barbecue staat al kokend heet, vandaar deze zweetdruppels op mijn gezicht. Ik pak meteen een folietje erbij. Een aantal folietjes, ik ga een aantal pakketjes maken. En dit is een hele eenvoudige, snelle, lekkere manier om mosselen te bereiden. Pak een shallotje. Shallotje is toch wel echt mijn favoriete ui. Net wat pittiger, wat sterker van smaak. Ook wel fris heeft hij, heeft ook frisse tonen. En die snij ik gewoon in mooie, dunne, halve ringetjes. En ik ga ook nog een soort salsaatje erbij maken straks voor over je tortilla. Dus die komt er later bij. Nou, dan gaan we eigenlijk direct vanaf het pakketje beginnen. Er komen meteen wat zwarte boontjes onderin. Wat mais, shallotjes, ragfijn, 2 tomaatjes, 3 tomaatjes, even doorsnijden. Mogen er gewoon bij. En dan die chipotle. En wat is nou chipotle? In de Mexicaanse keuken is het redelijk onmisbaar. In mijn keuken is het tegenwoordig ook echt onmisbaar. Chipotle is een gerookte, gedroogde jalapeño peper. Jalapeño. Lekker pittig, rokerig. Echt, je krijgt meteen echt die Mexicaanse vibe. En als je dat combineert met frisse smaken als koriander, een beetje shallot, wat verse limoen. Kan niet beter. Een beetje van die gehakte chipotle salsa eigenlijk. Gewoon over het bedje heen strooien. Klein draadje zout. Peper is dus niet nodig, want ja, dat zit al in die chipotle. En dan gaan we daar gewoon wat mosseltjes bij steken. Ketje dicht. Een vocht toevoegen is niet nodig. Er zit natuurlijk een beetje vocht in het ui, er zit wat vocht in de chipotle. En natuurlijk vooral in de mossel. Dus ik wil vooral dat hij eigenlijk zichzelf gaar stoomt in het mosselvocht. Je kunt er nog even een extra folietje overheen doen. Het ligt eraan hoe dik je folie is. En je knijpt er gewoon aan de bovenkant dicht. En dan kan deze vast op de barbecue. Mag gewoon eigenlijk op directe hitte. Meteen nog eentje maken. En omdat je hem in een foliepakketje hebt, verbrandt hij natuurlijk ook minder. Dus dan mag je goed heet. Dan gaat die tomaatjes gaan poffen, die mosselen gaan openstaan. En dan zijn we er al. Doe nog één keer boontjes. Wat mais. Charlotte. Koriander voeg ik nu nog niet toe. Koriander is een groen bladkruid en ja, dat gaat nogal snel, verliest dat zijn smaak. Dus dat doe ik er straks op het laatste rauw overheen om hem echt mee af te maken. En ook een kneepje limoensap. De mosseltjes erbij, chipotle erbij. En hou je nou niet heel erg van pittig, doe dan iets minder chipotle erbij. En wat meer tomaat. Voorzichtig dichtvouwen. En op de barbecue. Niet meer omkijken, heel even laten poffen. En eigenlijk zoals de mossel eigenlijk ook, als je hem bakt, kookt, stoomt, roostert, grilt, maakt allemaal niet uit. Als de mossel open staat, is hij ook klaar en gaar. Dus dan kunnen we ook meteen door. Dan ga ik meteen even een snelle, korte salsa maken. Dan hebben we die andere shallot nodig. Nu gaan we mooi insnijden. Dat je hele mooie, ragfijne shallotjes krijgt.
Klein bakje. Echt een hele simpele, maar doeltreffende salsa die eigenlijk bij heel veel tortillas, bij tacootjes, onwijs lekker is. En als je dit recept maakt, let erop dat je 100% mais tacootjes gebruikt. Er staat vaak mais tortillas in de supermarkt en zo, maar we moeten eens even achterop lezen. Er mag geen tarwe in zitten. Het moet gewoon 100% mais zijn. Je ruikt het, je ziet het, het is wat steviger. Het ruikt ook echt zoet naar mais. Dat is wat je wil hebben. Bij de shallotje gaat heel veel limoensap. Dit zijn mooie sappige limoenen, dus dat is een halfje voldoende. Wat koriander. Hou je nou niet voor koriander, pak dan gewoon lekker wat bladpeterselie. Wat kervel kan ook. Koriander, you love it or you hate it. Je gaat dan ook niet proberen, je gaat ook niet leren eten. Je vindt die smaak lekker of niet. Koriander hakken. Dat er doorheen. Raadje zwarte peper, raadje zout en that's it. Heel simpel, maar die frisse smaak van die limoen, de ui en de koriander, dat maakt dit gerechtje volledig af. Dan zou je ook nog ervoor kunnen kiezen om nog een takje tomaat die je extra hebt, als je nog een tomaatje over hebt, dat je denkt, oh leuke takjes tomaat. Gooi die gewoon even direct op de barbecue en dan pof je gewoon nog wat tomaatjes bij. Dat is altijd lekker. Ook dat mag op de directe hete vlam. Ga eens voorzichtig kijken hoe ver we zijn. Oh, gaat helemaal top. Gaat helemaal top. Ik denk als je een hete barbecue gebruikt, dat je echt een minuut of 4, max 5 minuten, ben je echt wel klaar. Je wil hem ook niet te lang laten stoken, want dan gaat die mossel een beetje taai worden. Mosselen moet je kort. Als ze open gaan staan, net wanneer ze open zijn, zijn ze het lekker. Zijn ze gaar, mooi zacht. En dat is wat ik nu ook wil bereiken. Even kort die tacootjes ook op de barbecue leggen. En wat ik zei, dit zijn dus het blauwe mais. Je kan ook ervoor kiezen om te zeggen, nee, ik wil gewoon de gele mais, de witte mais. Daar heb je ook hele mooie tacootjes van. En let erop, kijk, dit zijn ze. Vaak zitten de echte mais tortillas ingesield, dus ze zijn vacuüm getrokken. Dat is ook het verschil tussen de mais tortillas met graan of de echt 100% mais tortillas. Dus let erop, als het mooi vacuüm is, kun je er bijna van uitgaan dat het 100% mais is. Maar lees het gewoon op de achterkant. Gele mais, dat is het ingrediënt. That's it. En een beetje water en olijfolie, that's it. Dan weet je dat je goed zit. Oh, ik begin ze al te ruiken, dat is ook een teken dat het goed gaat. Je ziet die tacootjes, hoeven echt maar heel kort. Kijk, dit is eigenlijk al wat je wil bereiken. Een klein beetje wel bruinkleuring, dat ze een klein beetje gaan bobbelen. Is het al prima. Kunnen we eigenlijk al aan tafel. Ik ga deze even testen. Nou, die gaat helemaal tot. Nog één mosseltje is nog dicht, dus hij gaat nog een half minuutje erop. Tacootjes haal ik er wel vast af. En even een tip, als je tacootjes perfect zijn, en het gaat sneller dan bijvoorbeeld die mosseltjes of die tomaat. Even schone theedoek pakken, ze doen ze in Mexico ook. Theedoek openklappen, tacootjes ertussen. Hoppakee, inpakken een theedoekje. Dus nu past die hem even helemaal open. En leg je gewoon zo'n mooie stapel met zo'n mooie theedoek gewoon hup, zo op tafel. Kunnen mensen gewoon lekker een tacootje eruit pakken wanneer ze denken, ik lus er nog wel één. En geloof me, je eet er meer dan één hier, dus dat komt goed. Ik geloof het wel. Het is mooi geweest. Nou kun je hem natuurlijk uit het pakketje halen, maar ik vind het eigenlijk wel prima om het gewoon zo te serveren. En hier zie je het, hè? Als die mosseltjes mooi open gaan staan, zijn ze perfect. Die chipotle zit er een beetje doorheen. Onderin mooi die boontjes, die gepofte tomaat. Andere mosseltjes, eraf. Tomaatjes eraf. Kijk. Mooi.
zacht zoet gepofte tomaatjes erbij. Tacootjes erbij. Serveerder, ik vind het altijd lekker om nog wat extra parten limoen bij te serveren. Mensen zelf nog een beetje kunnen opspicen en opfrissen met limoen. En voilà. Salsaatje daarna serveren. Dit wil je. Dan kun je ervoor kiezen om te zeggen, nou ik eet gewoon eerst een beetje een paar mosseltjes eruit. Of je belegt gewoon een tacootje dat je zegt, nou ik pak de mosseltjes eruit. Om een tacootje, die boontjes onderin eroverheen scheppen en gaan. Ik zal er eentje voor jullie maken. Ik hoor sommige mensen denken, mosselen op een taco, is het lekker? Geloof me, je wil daar niet meer anders, echt waar. Tomaatjes erbij. Boontjes en mais erbij. Ik kan nog een mosseltje bij deze. Klein beetje van die salsa, dus die uien, limoen, koriandersalsa. Kijk nou, een plaatje. Dit wil je. Mag je niet aanmoedigen, maar misschien een koude cerveza erbij. Kan ook alcoholvrij. Superlekker. De Hollandse mossel die even op vakantie is geweest in Mexico. Tacootjes erbij, gepofte tomaatjes. Superlekker Mexicaans, eigenlijk een soort stoofje van de barbecue. Salsaatje ernaast, wat wil je nog meer? Ga ervan genieten. Geniet ook alvast van de komende zomer. Geniet van de mossel, ga hem nou eens bereiden. Dit is weer een van de zoveel technieken die mogelijk zijn met mosselen. En één ding, dat is een beetje wat de overeenkomende deler is tussen al deze gerechten. Het is super snel, het is erg voedzaam en erg lekker. Ga lekker koken met de mossel, tot de volgende.